Goed, Breda Bars 2010, 18 en 19 september. Heb je het al in je agenda staan? Dan weet je wat je moet doen als je thuis komt. We hadden 10 bands, gisteren 5, vandaag 5. Het was heel moeilijk. De jury had natuurlijk weer heel erg lang nodig. Ja, ze heeft graag het woord aan jury voor het Center Celtic. Heel graag gedaan! We hebben een geweldige jury gehad met een hele moeilijke keuze. Laat ik ze even snel voorstellen. Joost Herijgers, bekend van Tank 86 en ook van Rising Magma. Sorry, Kruiswijk. Jeroen Kruiswijk, moet het wel goed zeggen. Tom Molenaars, een galeriehouder en een verpend bezoeker van Breda Barst. Daniel Herijgers, dat was de Herijgers in ons midden. 3 voor 12, hoofd- en eindredacteur. Een oud gediende bijna, vanaf het eerste jaar Breda Barst, Jeroen Schortemeijer, lid van de organisatie. Het was, zoals elk jaar, weer een moeilijke keuze. Laat ik jullie niet langer in spanning houden. We hebben 4 bands en we gaan een reserveband noemen voor mocht een van die 4 bands voor wie wij een plek hebben op Breda Barst uitvallen. Dan gaan we hem bellen. Maar laat ik even beginnen met de bands waarvoor we een plek hebben op Breda Barst. Als eerste, en ik hoop dat een groot aantal van jullie ze gezien heeft gisteren. Marlon Penn! Mochten er mensen van Marlon Penn zijn, kom vooral even het podium op. We hebben een fles... het is Prosecco, maar we noemen het champagne. Is er iemand van Marlon Penn aanwezig? Er wordt hier druk gewezen. Er komt zelfs iemand naar voren, maar die ken ik meer als barman van Dop 19, dus dat is niet. Leuk geprobeerd. Die fles is alvast voor de jury. Wie er ook doorgaan, ook al van gisteren. The Sirs! Er staat een heleboel apparatuur op het podium, dus ga er niet mee spuiten. En als je dat al doet, doe het alsjeblieft richting het podium, maar niet richting de geluidstafel. Hij wordt niet met de fles geschud, hoor ik uit betrouwbare bronnen. Dan na vele bedreigingen in de richting van ons adres, hebben we het toch maar moeten doen. De Patsies! Ja, en dan blijft er nog 1 band over. En wij zaten zo een beetje te denken ergens zondag in de namiddag, denk ik. Misschien wel in de avond zelfs. Ik hoop dat de programmacommissie zich daar nog over gaat buigen. Volt Violin! Er zijn natuurlijk 6 bands die een beetje teleurgesteld zijn. Dat kan ik me voorstellen. We hebben van alle bands genoten, dat sowieso. En we hadden nog 1 reserveplek over. Dat is een band, daar hebben we ook nog even over gesproken. Vinden we het zeker waard, een eervolle vermelding. Maar ook die reserveplek mocht op een gegeven moment 1 band met een gebroken been in het ziekenhuis liggen. Go Go Your Body! September zien we jullie hopelijk allemaal op Breda Barst. Neem al je vrienden en vriendinnen mee. Ga twitteren. Wij waren de jury. Wij gaan werken de komende tijd als organisatie ook voor een fantastisch Breda Barst. En wij geven de plaatsspeler graag terug aan... is het Gekke Gerrit of DJ Saxo vandaag? Gekke Gerrit! Ja.
Dankjewel Seltzoek. Jullie allemaal hartstikke bedankt. Breda Bas bedankt. Mens bedankt. Mens van het geluid en het licht. Publiek. 18 en 19 september zien we jullie. Tot dan. En veel plezier met Gekke Gerrit. We cannot allow that phrase to be fine. We must be.